Goedemorgen, het is dag 5, het is vrijdag van Tsipras en Hans zieke spring break. Daar begint het echt steeds weer op te lijken. Ik zei tegen Hans, volgens mij kun je de 5 vlogs helemaal onderling met elkaar mixen en zie je geen verschil. En ook zei ik tegen Hans, als we nu geen kijkers verliezen, tenminste ik zou het me kunnen voorstellen dat ik kijkers verlies, want het zijn alleen maar saaie, zieke vlogs, maar... Het is niet anders en we hebben gewoon even niks beters. Hans is ondertussen echt heel lief. En die is nu wel een beetje verkouden. Maar die is volgens mij wel... Ja, voelt zich op zich al fit. Maar hij is heel lief. Hij is nu net nog een keer naar de ethos geweest. En daar zeiden ze ook tegen hem van... Het is nog steeds niet beter, want ze vragen bijna elke dag. Bijna elke dag is hij moeten komen voor nieuwe medicijnen. Voor een hoestdrankje. Of voor ibuprofen wat weer op is. En elke keer roep ik hem, want hij zegt, oh, je moet nu echt blijven zitten. Dan moet je niet meer opstaan. En nou, gisteravond in bed had hij een kruikje neergelegd en zo. Dat is heel erg lief. Dus ik dacht, in plaats van dat ik nu elke keer Hans roep, ga ik het hiermee doen. Moet ik wel even mijn geluid van mijn telefoon uitzetten, want dat is hetzelfde geluid. Charlie wordt gewoon elke keer zo druk als ik aan het vloggen ben, omdat hij dan denk ik weer beter ben. Hans? Ja. Heel leuk. Ja hoor. Dat is wel heel leuk. Heb je morgen dag. Dat is toch veel. Ja, maar soms ik heb wel eens een situatie gehad. Dan krijg ik bij mijn laatste restje. Ah, ja. Gisteren kwam ze naar boven en toen was ze te moe om te roepen. Dus toen moest ze helemaal naar boven lopen om mij te roepen, zeg maar. Ja, klopt. Dat is heel. Dat dan mijn stem helemaal kapot is van het hoesten of zo. Maar dit is ideaal toch, Hans? Ja, dat is veel beter. Oh, daar is hij al. Hij is ook weer hier. Je past wel een beetje bij de bel. Ja, dit is mijn bel ook. Kom ik ook. Ik zie de blauwe bel, maar ik kom dit wel. En de bruine van Charlie. Ja, precies. Ja hoor, hij heeft het voor elkaar. Hij zit bij een vrouwtje. En kijk dan. Hij is echt helemaal aan het genieten. Wacht, ik heb zijn... Hier achter zijn oor zit zijn plekje. Wat hij echt heel lekker vindt. Kijk. Oh, schatje. Je andere oor ook even krabben. Lekker ding. Daar was Hans die hoestte. Ja, ik hoorde het ook. Hans is ook een beetje verkouden. Ja. Hij heeft het voor me gehoord dat hij bij me zit. Hij zat de hele dag, echt al de hele week aan het zeuren om bij me te mogen zitten. En nu mag het. Schatje. Hij gaat ook echt niet slapen. Hij wil alleen maar likken en... Gewoon zitten. Dit is echt heel schattig. Heel lief. Mijn vliegtuigje is ook neergestort. Oh, nu komt Hans naar beneden. Vliegtuigje is niet meer neergestort. Vliegtuigje moet opstijgen. Ja. Special treatment. Special treatment, hè? Wat staat er voor de lunch op het menu? Bammetjes. Bammetjes. De vlogcamera is bijna op, dus misschien moet je die opladen. Sorry, die kijk nog. Ga dan met je camera kijken, dat het is allemaal uitgevonden. Je moet ronddraaien. Je kan bij de HEMA, als je naar HEMA.nl gaat, kan je via augmented reality, een soort virtual reality. Nee, het is virtual reality, sorry. Kan je via virtual reality kan je de paaseieren zoeken. Dus je draait met je camera rond en dan kan je zo de paaseieren vinden. Oh.
Charlie, you know. Je hebt er pas één van ze, je moet er nog 16. Je moet er nog 16. Ik kan ook naar boven, hè? Ja, alles, overal om je heen kijken. Achter je. Achter je kijken. Overal, hè? 360 graden om je heen. Achter je om je heen draaien. Fassie, jij moet ook omdraaien. Ja, maar ik zit zo lekker, zegt ze. Ik zit zo lekker. Shifra die is er net 3 kwartier mee bezig geweest. Moet ik al eventjes langs. Gezelligheid. Wat een gedoe, zegt mijn moeder. Hans die weet waar ze ongeveer zitten. Hans, kan je hem wel helpen? Nee, ik weet het niet. Een half uur later. Daar hadden we. Het heeft er al 5 van de 16. Nee. Ja, hop. Mijn moeder is al ondertussen. Ze is nog steeds paasijsje aan het zoeken. En ze zeggen net, oh het is 3:05. Oh, gelukkig, want om 4:05 gaat het regenen. Dat is zo hypermodern. Zo grappig. Je weet de laatste tijd trouwens goed, dat valt me op, hoe smileys werken. Wat elke smiley betekent. Ik moet altijd wel lachen als jij smileys gebruikt. Soms ook best een verkeerde, dan is hij al weg. Maar hoe weet jij, hoe heb je dat dan geleerd, wat al die smileys betekenen? Dat weet ik toch. Ik neig zoveel van iedereen binnen. Oh, dat weet ik toch, ik neig niet dom, duh. Ik heb de hele middag geslapen. Zullen we eens kijken of deze het nog doet? Kusje! You rang. Kusje. Weet je wel dat het is? Ja, het komt wel bekend voor. Van de Adams familie. Oh. Nee, dat niet? Nee, dan ken ik het niet. Oké, okay, maar grappig. Maar doet het dus nog. Oké, okay, thanks. Oh, dat is... Maar dat is hetzelfde als met Superman, hè? Als je het te vaak doet, puur om het even te checken of het met komt Superman niet meer. Dat is waar, ja. Oh, Superman vond ik wel leuk. Oké, okay, het werkte. Volgens mij stond ik er een beetje voor, maar anders kon hij zien dat ik aan het vloggen was. Oké, okay, check. Drinken staat er. Nog 1 keer proberen. Het blijft zo leuk. Ik had verteld van het belletje. Toen zegt ze, oh, en dan komt pigrammeetje maar weer aanlopen. Oh. Gaan we zo eten? Ja. Oh, je bent schatje, ik vind bijna sneeuw op de bel te drukken. You're dismissed. Zie je wel een leuk speeltje nieuw, hoor. Leuk hoor. Hey! We eten gewoon dagen voor tv en op de bank. Maar goed, Hans heeft dus echt heel erg zijn best gedaan op het eten. En dan denk je, het is toch gewoon aardappelvlees groente. Ja, maar je ziet dat hij zijn best heeft gedaan. Hij heeft gebakken aardappeltjes gemaakt. Maar hij heeft er ook voor gezorgd dat elk aardappeltje ongeveer even dik gesneden is. Hij heeft er echt zijn best op gedaan. Zo schattig. En met allemaal kruiden en zo. Ik heb het gewoon bij de afval gehaald. Ja, maar het ziet er bijna... Echt alsof het verse plakjes van de Albert Heijn zijn. Maar dan niet die voorverpakt, maar die zoals de verse friet. Heel goed, ziet er echt heel lekker uit. Dankjewel. Mooi. Lief dat jij elke dag zo voor mij kookt. Hij is heel lief. Ik heb heel veel 24 Kitchen gekeken. Daar komt het. Niet doordat je het van mij hebt geleerd. Nee. Jongen, nee, dit heb ik echt nog nooit gedaan. Dus. Kijk dan. Oh, zag je nog of niet? Stond het erop? Yeah. Heel snel nog. Oh. Hij zat dus echt al een minuut zo, hè? Ik zei al, iedere keer als je de camera pakt, dan verandert hij van houding. Hij zat echt heel wijs met zijn pootje zo. Daar ligt mijn dekbed helemaal opgepropt, want ik heb vanmiddag lekker even met dekbed hier op de bank geslapen. Ik was heel erg allergisch geworden van de kleedjes die we hadden, want Charlie had erop geslapen.
Ja, dat echt wel. Oh, die liggen nu daar. Dat we dat dus ook echt niet meer mogen toestaan. Oké, okay, we hebben dus de Netty pot. Dat is dit. Hans is er net een zakje aan het in doen. En ik heb dat, denk ik, 4 jaar geleden of zo in Amerika gekocht. Ja, ik heb het 4 jaar geleden in Amerika gekocht. En volgens mij kun je het inmiddels ook wel in Nederland halen, hoor. Maar ik merkte dat dit hier helemaal bij mij ontstopt was. Of verstopt. En heel die bijholtes. En nu heb ik net de Netty pot gebruikt. Volgens mij hebben we het als in de action of zo gezien. Ik weet niet meer. Ja, we hebben het geloof ik wel. Maar goed. En daar is gewoon een zoutwateroplossing. Wat je dan in je neusgat giet. En dan wachten tot de rest uitkomt. En ik heb het net gedaan. En Hans die gaat het nu ook nog een keertje doen. Leuk. Ik zei al, leuk, film me wanneer ik degene ben. ik zei tegen hem, als ik het doe, van... dan moet jij het ook doen. Want ik vind het verschrikkelijk. Het voelt echt alsof je onder water gaat in chloor en je neus al verstopt raakt. Maar achteraf is het zo lekker. Oké, okay, hou voorover. Net die pot erin. Ik vind het zo grappig, zo'n theepotje. Oh, wacht, andere kant. Doe eerst je andere neusgat. Mag ik kiezen? Doe dat. En jij net stoer, toen wist hij nog niet dat ik ging zeggen dat hij ook moest. Hij net stoer, ja, en je kan het wel, hallo, het is maar zout wateroplossing, waar heb je het nou over? Nou, komt ie hoor. Ja. Oh, dit is zo naar. Zie? Ik weet het nu weer. We zien geen snot. Oh ja. Daar, hè. Het is eigenlijk hetzelfde als zo'n zout waterspray, alleen dit komt heel veel dieper, heb ik het idee. Ah, dat gaat hartstikke goed. Deel 2. Voelt dat beter. Heb ik de helft, ja? Nou, je bent al over de helft. Ja. Jij gaat een stuk sneller bij mij dan bij jou, volgens mij. Ja, minder verstand, denk ik. Oké, komt ie. Dit neusgat heb je net ook gedaan, hè? Haha. Wow, dit is echt totaal niet charming. Wow, dit aanzicht is echt. Wow, je moet jezelf echt weer terugzien. Nee, ja, je wacht dit wel tegen. Oh, deze vloeit heel snel door. Komt gelijk water uit. Zo. Oei. Man herboren. Dan kunnen we weer zoenen! Nee, je hoeft niet. En? Ik moet nog wel even sluiten. Het is nog niet allemaal uit. Ik ben weer bijna de oude. Nee, je vond dat het echt een stuk beter is. Maar de eerste ging beter. De tweede, ik heb het idee dat het op een gegeven moment stopte, maar er zit er nog wel spul in. Maar dan is de druk voor dat water te groot. Dat zit nu nog steeds in. Oh nee. Dat zit helemaal op. In dit neusgat zit er echt nog. Dat dit neusgat is nu helemaal leeg. Ja, omdat je het niet helemaal had gebalanceerd en dat je het andere nog wat meer had gaan moeten. Ja. Je kan nog een keer opnieuw doen, dat neusgat. Nee, het is goed zo. Dankjewel. En? Ja, nu kunnen we weer zoenen. Dat is wat je zei toch. Gewoon een beetje opgeknapt. Niet helemaal, maar ik vond het wel een beetje opgeknapt. Ik voelde echt verlichten. Nou, lekker fris is het. En het is gewoon gezond, want het draait van alles. Ja. Als het goed zijn ook wel bacteriën er nu uit. Het kan in fout was, toch? Of niet? Dat weet ik niet. Ja, dat is niet wel. Er staat ook echt zo'n man op. Kijk. Dat is zo Amerikaans. Die maakt het echt compleet. Ja, dat maakt het geloofwaardig, Hans. Je snapt er niks van. Oh ja, dat is een dokter, hè? Ja, daarom. Daardoor is het geloofwaardig. Ketan C. Mehta.